Het is een roman in wellicht de klassieke zin van het woord. Als je het over het decor en de personages hebt. Speelt zich af in 1936, wanneer de hoofdpersoon, een 18-jarige schermster, door haar vader de leer in wordt gestuurd bij een maître, een oude vriend van hem, in Aken. Daar komt ze erachter dat er een rekening te vereffen is tussen de twee mannen. Dat kan haar aanvankelijk niet schelen, omdat zij als een echte schermster alleen geïnteresseerd is in de schermsport. Maar op het moment dat zij wordt uitgesloten, buitengesloten, genegeerd, op het moment dat zij voelt dat de rancune van de maître ook van de vader op haarzelf overgaat, begint zij met gluren, begint ze dingen af te luisteren, iets wat mensen al snel doen wanneer ze worden buitengesloten. En dan komt ze erachter wat gespeeld heeft tussen haar vader en de maître, tussen Aken en Maastricht, tussen deelnemers en toeschouwers. Het is een roman over breukvlakken. En waarom noem je het een roman in de klassieke betekenis? Nou, het verhaal, als je het zou samenvatten, als je een resume geeft van het verhaal, dan zou je denken, hé, dat doet mij denken aan de oude epische romans eind 19e eeuw. Maar ik mag toch hopen dat ik mij daar op een of andere manier van gedistanceerd heb. Wat brengt je bij zo'n gegeven, bij zo'n verhaal? Dat vind ik heel moeilijk altijd om te zeggen, omdat ik begin te schrijven vanuit een grote verstrooidheid, verwarring, paniek zelfs. Bij alles wat ik maak, of dat nou een artikel is of een boek of zelfs een column, dan word ik overvallen door een grote paniek dat ik het niet bolwerk. En op de een of andere manier gebeurt dat wel, maar dat lijkt een beetje niet van mijzelf af te hangen. En de paniek gaat dan over de deadline of het niet kunnen? Of, dat ik het niet voor elkaar krijg. Ik denk ook eerlijk gezegd dat als je iets te veel duidt van tevoren, dat je het al niet meer, dat je er niet meer door geboeid kan worden. Ik geloof dat Flaubert het eens heeft gezegd dat als je kinderen die nog geboren moeten worden te veel ontleedt, dat je hem niet meer overeind krijgt om ze nog te verwekken. Nou, daar herken ik mij zeker in. Maar niettemin ligt er ergens kennelijk diep in jou opgeslagen, in jou zelf opgeslagen, de opdracht om aan zo'n boek te beginnen. Ja, juist omdat er uit die verstrooidheid dingen ontstaan. Juist omdat er momenten zijn die als puzzelstukjes neervallen vanuit het niets. Dat is zo fascinerend, dat is bijna verslavend. Als proces? Als proces. Ik ben absoluut geen systematische schrijver. Ik ben ook geen schrijver die zijn eigen werk prima in de literatuurgeschiedenis weet te plaatsen. Ik kijk ook helemaal zo weinig mogelijk. Zeker als ik schrijf, lees ik niet andere schrijvers. Probeer ik geen belangrijke gesprekken te voeren. Omdat juist die verstrooidheid en die verwardheid misschien heel belangrijk is om een sfeer te scheppen. En dat is wel belangrijk in mijn werk. Dat kan een zonderling boek opleveren. Van allebei mijn romans werd gezegd dat ze zonderling zijn. Maar ik denk dan ook dat herkenbaarheid iets is wat enorm is overschat als kwaliteit in de kunst. Lezers willen zich graag kunnen spiegelen aan een personage, maar ik herken dat feest van de herkenning helemaal niet. Dat ken je zelf niet? Nee, ik lees graag een zonderling of merkwaardig boek. Waarom noem je het verstrooidheid? Ja, omdat ik geen duidelijk omlijnd idee heb van wat ik ga doen. Ik heb natuurlijk een lijn en ik weet ongeveer waar ik uitkom. Maar ik denk bij verstrooid, waar is mijn bril? Of waar zijn mijn autosleutels? Dus is dat bij jou dan, waar is mijn onderwerp? Of Gut, waar zijn mijn personages? Ja, waar was ik ook alweer? Die verstrooidheid die laat ik toe, omdat ik het heel belangrijk vind om een bepaalde sfeer te scheppen in mijn boek die enigszins vervreemdend is. Op het moment dat ik dat heel erg geduid heb of aan een ander werk heb
verbonden of een voorbeeld heb gezien, dan word ik heel snel daar overigens ook van slag doorgebracht. Dan denk ik, oh, zo moet het dus. En dan is het al niet meer van mijzelf. Al is het een artikel in een krant, dan kan ik dat al als leidraad gaan nemen, omdat ik absoluut geen vertrouwen klaarblijkelijk heb in wat ik zelf maak. Dus daar sluit ik mij voor af. Ik werk wel heel erg geconcentreerd, en zeker wat mijn taal betreft. Omdat je woorden, dat zijn de ingrediënten van je werk. Dat mag je niet laten verslappen, vind ik. En ik heb vaak wel gehoord van mensen die vinden dat ik barok schrijf of dat ik een mooi schrijverij doe. Maar ik kies een woord absoluut niet op zijn esthetische waarde. Ik kies een woord wel degelijk, heel bewust, een voorbeeld als politoer. Als ik het woord politoer gebruik, dan doe ik dat omdat dat in een scène is waarbij de hoofdpersoon aan het afluisteren is. Als je afluistert, dan zijn al je zintuigen aangespannen. Dus ook je reuk. Dus ruik je, wanneer je luistert aan een deur, die deur. Dan ruik je de manier waarop die deur is behandeld. En bovendien verwijst politoer naar een tijd waar die al lang voorbij is, dat we nog zorg droegen voor de dingen. Door ze op een bepaalde manier te onderhouden. Dus dat is zo'n woord waar ik wel degelijk heel erg over nadenk om het uit te kiezen. En dat is ook de manier waarop we moeten kijken naar hoe je je zinnen bouwt en hoe je je verhaal vertelt? Nee, ik zou het vooral gewoon lezen zoals iedereen dat wil lezen. Maar ik zeg dit meer als antwoord op het feit dat mensen denken dat ik aan mooi schrijverij of dat ik woorden op een barokke manier uitkies omdat ze zo esthetisch zijn. Terwijl het om de betekenis gaat. Absoluut, ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ik een groot deel van mijn leven in een andere taal heb doorgebracht. In het Russisch? Ja, in het Russisch. Een andere taal, dat is niet alleen een zak met woorden, dat is niet alleen een idioom. Dat is ook een syntaxis. En een syntaxis is eigenlijk een filosofie van een taal die verschilt, een manier van denken. Als je in het Russisch zeg je niet jij en ik, dan zeg je wij. Met jou. Dat is al een voorbeeld. Heb je 30 voorbeelden van het woord gaan. En mijn eerste boeken heb ik ook geschreven. Er waren recensenten die dachten alsof het vertaald was. En dat klopt. Er zijn er passages geweest die mij eerst in het Russisch invielen en die ik toen heb moeten vertalen. Dus ik ben altijd heel bewust bezig geweest met de woorden en de zinnen. En dat is dus niet alleen een vormkwestie. Nog heel even terug naar de Nederlandse Maagd. Waar begon het in je hoofd? Waarmee? Ja, het begint altijd met een rumoer in je achterhoofd. Op een gegeven moment wordt dat zo sterk dat je wel om moet kijken. En op het moment dat je ziet wat jou achtervolgt, dan wordt het steeds duidelijker. En dan kan je het wegwerpen of je kan er verder mee gaan. In mijn geval was dat wel degelijk de schermkunst. Dat was het rumoer. Dat was het rumoer. Dat is een sport die ik zelf ook beoefen. Die hele rare hartstochten teweeg brengt. Die je eigenlijk moet beteugelen, wil je winnen. Die emoties, dat is heel eigen aan deze sport. Kan je mij dat als volstrekte buitenstaande uitleggen? Welke emoties moet je beteugelen om te kunnen winnen? Je kunt bepaalde schermers, maar ik zeker, je tegenstander absoluut haten. Grondig haat. Op het moment dat je wordt geraakt, ook als mensen een schermpartij zien, dan zullen ze ook de kreten van afschuw kunnen horen, terwijl het al lang geen pijn meer doet, hoogstens een blauwe plek oplevert. Maar je kunt je tegenstander hartgrondig haten en toch moet je alle plichtplegingen in acht nemen, moet je deze persoon netjes groeten, de hand reiken, alle de beleefdheden van het duel uitwisselen. En als je die persoon zo haat, als je die beleefdheden niet uitwisselt, als je het niet in toom houdt, dan verlies je het. Want het is... Omdat je de controle verliest? Omdat je de controle verliest. Omdat het is schaken op topsnelheid, zeg maar wel. Je moet ook strategisch kunnen denken. En op het moment dat je laat meeslepen door woede, dan is het gebeurd. Want even nog voor mijn goede begrip. Winnen is treffen op specifieke plekken, hè, denk ik. Op een trefvlak, ja. Met het wapen. Ja, maar dat is het nog niet. Je hebt ook het recht van aanval binnen de schermsport. Voor floretisten dan het wapen. Floret kent het recht van aanval. Dat is een hele merkwaardige regel die eigenlijk voortkomt uit het feit dat je vroeger bij een duel was het al erg genoeg dat er één iemand doodging, maar als beide tegelijkertijd door een gelijktijdige steek het leven lieten,
Dan had je dus de steek van de twee weduwen. En nog steeds heb je dat, dat dus in de sport is dat doorgevoerd, dat degene die de aanval als eerste inzet, het recht heeft om die aanval af te maken. De ander mag er alleen met een riposte op antwoorden, met een wering en het dan overnemen. En de haat van de schermer is niet de haat van de voetballer? Nou, het is een hele individualistische sport. Het is één op één. Je staat met z'n tweeën, gemaskerd. Ogenschijnlijk begin je als hetzelfde. Je bent natuurlijk geen team aan beide zijden van een lijn. De haat van twee kemphanende wielrenners in het hooggebergte. Want wielrennen doe je ook. Ja, wielrennen doe ik ook, maar dat doe ik altijd alleen. Ik moet er niet aan denken om dat met iemand anders te doen. Dan zal ik al buiten adem zijn. Met wielrennen kan je ook absoluut verliezen, omdat je op een helling zo nodig iemand moet inhalen, terwijl je je krachten moet sparen. En zou je dus ook kunnen haten wellicht? Ja, maar de schermsport is ook nog een keer, dat gaat terug op een historische traditie van duel. Je reikt iemand letterlijk aan je rapier natuurlijk. En in dat duel gaat het om beledigen, de liefde, passie? Genoegdoening? Ja, genoegdoening. Ja. Dat zijn wel de origines waar het op teruggaat. Waar het vandaan komt. Ja. En er is nog geduelleerd tot ver in de 20e eeuw, hoewel verboden. Een duel in 1858 tussen Marquis en een Russische choreograaf, waarbij Jean-Marie Le Pen, die was de secondant. Kijk, voilà. Tot het eerste bloed hoor, niet tot de dood. Het begint met het rumoer van het schermen, zeg jij. Dit boek. Dit boek, ja, dat was het rumoer. Het had alles kunnen zijn. Bij dat geluidje wat steeds dichterbij komt, dat kan alles zijn natuurlijk voor een roman. Ik wist alleen nog dit. Op een gegeven moment komen er steeds meer dingen op je pad die er op miraculeuze wijze inpassen. Ik ben eigenlijk vooral, mijn vraag gaat in de richting, hoe ontstaat het zo'n doordacht bouwwerk, terwijl het met zonder blauwdruk of zonder bouwtekening of zonder maquette. Zonder biografische gegevens waar je op terug kan vallen. Ja, het gaat niet over jou, hè? Nee. Het is ook geen autobiografische. Gelukkig niet, nee. Dat zou wat beperkts opleveren als het over mij zou moeten gaan. Of wederom die herkenbaarheid, hè, waar mensen heel veel prijs op stellen. En waar jij je tegen verzet. Waar ik me tegen verzet en wat ik zelf niet zoek in een boek. Je schrijft toch wel een boek wat je zelf graag zou willen lezen, denk ik. Ik bedoel, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. En je bent nieuwsgierig in hoe de dingen zich zullen ontwikkelen. Maar al gaandeweg grijpen er natuurlijk dingen in die je weet dat je die later zult verwerken natuurlijk. Die krabbel je dan even op. Dit is een boek waar ik heel erg hard en heel erg lang aan heb gewerkt. Want waar hebben we het over? In jaren? 2,5, 3 jaar, dat is op zich niet veel, maar ik ben fulltime schrijver. Dus ik heb hier 15 uur op het eind aan gewerkt per dag. Dus dan dat is gewoon een heel intensief proces. Dus dat, ik krijg het niet voor elkaar om veel te schrijven op een dag. Maar je moet er intensief veel tijd mee doorbrengen op een dag. Ja, en dit boek is absoluut uit de hand gelopen. Natuurlijk had ik op een gegeven moment er flink de balen van dat het uitkwam in 1936 en dan nog in Duitsland ook. Dat was helemaal de bedoeling niet. Dan kom je opeens in het Derde Rijk terecht en dan, dat heeft weer een hele lading. En ik heb de reden waarom ik daar uitkwam waren de Olympische Spelen in Amsterdam. In 28 plus 8 jaar, nou 1936, de Mensur. Het Duitse genoegdoensduel. Dat waren redenen waarom ik daarin uitkwam. En opeens zit je dan in het Derde Rijk. En dat heeft natuurlijk een bepaalde spanning, brengt dat met zich mee. Waar ik uiteindelijk heel dankbaar voor was. Het speelt zich af in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het is ongelooflijk gedetailleerd voor mijn gevoel, klopt dat? Ja, dat is de journalist dan weer in mij die bovenkomt. Hoewel dus van A tot Z verzonnen is, wil ik wel degelijk dat het plausibel is. Ik zou het niet kunnen verkroppen als op een gegeven moment een uniform niet klopt. Of dat ik muziek aanhaal die een paar jaar later is geschreven. Dat is onzin in feite, want je schrijft fictie. Maar ik ben gaan schrijven vanuit mijn journalistieke carrière. Dat is mijn eerste boek was daar een gevolg van. En dat betekent dat de dingen moeten kloppen? De dingen moeten kloppen, De details moeten
kloppen. Ook al is het verhaal verzonnen. Ja. En dan, in het boek is er sprake van een conflict. Het was ooit een conflict, is een conflict gebleven tussen twee personages die elkaar heel lang niet gezien hebben. Er is een jonge vrouw die een soort van intermediair is tussen die hoofdpersonen. Staat dat conflict ergens voor? Ik denk dat er in dit boek heel erg veel duels zijn. Heel veel tegenspelers, heel veel tegenpolen. In het geval van haar vader en de maître, is die vader de maître is natuurlijk... De schermleraar, de Leibhuzar, die in de Eerste Wereldoorlog gewond is geraakt, verpleegd door haar vader. Daar komt zij gaandeweg achter. Dat zijn tegenpolen. De ene is de deelnemer aan de Eerste Wereldoorlog, de andere was een toeschouwer. De ene komt uit het neutrale Nederland, dat destijds als symbool de Nederlandse maagd had, net zoals je een stedenmaagd hebt. En de andere die kan het nog steeds niet verkroppen dat hij weggehaald is uit die oorlog, omdat hij die genoegdoening wenste. Dus het deelnemen en het toeschouwen, dat is wel een heel duidelijk thema wat je ziet in dit koppel. Maar zo zitten er heel veel koppels in dit boek natuurlijk. Ja. En, die koppels of die tegenstelling of die duels... vloeien allemaal voort uit dat beginrumoer van het schermen? Ja, dat was... Nou ja, ik zou liegen als ik het allemaal zo fantastisch voor elkaar had voordat ik dit boek schreef. Maar het schermen is een sport waarin inderdaad deze ingrediënten zitten, die eigenlijk als een... Die zijn rechtstreeks te leggen op de thema's van dit boek. Dus het feit dat je secondanten nodig hebt die jouw strijd aanschouwen, observeren. Dat je zonder dat niet kan. Het deelnemen, het toeschouwen. Het feit dat je altijd hartstochten zult hebben die beteugeld moeten worden. Het feit dat de mens een neiging heeft om dingen in twee gelijke helften op te snijden. Maar dat de natuur er altijd... Symmetrie. Ja, de symmetrie. Het standpunt van waaruit een schermpartij begint. Maar dat de natuur zich daar natuurlijk helemaal nooit iets van aantrekt. En ook dat is iets wat natuurlijk heel erg speelde in deze tijd, in de jaren 30. De hele filosofie van het Derde Rijk worstelde ook daarmee. En dat was enerzijds een heel holistisch wereldbeeld wat zij erop nahielden. Als je zo'n Spengler leest bijvoorbeeld. Anderzijds wilden ze dus de mens in een zekere orde brengen om een ideale mens te scheppen. Ik vind het uitermate merkwaardig bijverschijnsel van schrijven is dat het op een gegeven moment wordt gepubliceerd, door heel veel mensen wordt gelezen en dan ook nog op een hele serieuze manier besproken wordt in kranten. Waarom is dat merkwaardig? Nou ja, omdat je natuurlijk gewoon in afzondering iets voor elkaar aan het boksen bent, wat je voor jezelf, waar je zelf bij staat en naar kijkt. De nasleep wekt jouw verwondering. Al dat lawaai van zekere bekendheid eromheen. Mensen die natuurlijk ook allerlei meningen hebben over jou. Terwijl ik er helemaal niet toe doe. Het feit dat ik alleen al met een foto op de achterflap van dat boek moet, vind ik uitermate storend. Of dat je voor deze camera verschijnt. Ja, dat heeft ook al enige voet in aarde gehad, inderdaad. Ja, ja dat leidt af natuurlijk uiteindelijk. Dat leidt af van de kwesten? Van het boek ook. Ik associeer mijzelf helemaal niet met het verhaal. Ook al is er je staat er volledig los van. Er is geen... Nou, ik hoop het wel. Ik hoop wel dat als ik dit verhaal lees, dan zie ik mijzelf daar niet in terug. Er is niets van jou in dit verhaal? Ja, nee, natuurlijk wel. Mijn mening zie je ze nu en dan wel. En bepaalde karaktertrekken in bepaalde personages, dat wel. Maar de persoon zoals ik word gepresenteerd in de media, dat herken ik nooit terug. Ik schrijf sowieso op een hele zintuigelijke manier. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik heb een slecht zicht, maar ik heb een heel goed reukvermogen. En mijn boeken zitten vol met, dat schrijf ik gewoon heel graag, passages over geur, over lekker eten, lekker koken. Het was mijzelf niet opgevallen hoor, dat mijn eerste boek was, mijn eerste roman zat heel erg vol met passages over koken en dergelijke. Maar dat was natuurlijk ook een Russisch boek.
En in Rusland doen mensen 2 uur over het koken van een maaltje. En of het resultaat lekker is, dat is een tweede. Maar ze zijn heel erg nadrukkelijk bezig met eten verzamelen, plukken, jagen en verwerken. En ik denk dat als je dat ook in een boek verwerkt, dat je dat zijn sterke passages, omdat je dan appelleert bij mensen aan een eigenlijk heel oud, evolutionair oud brein. Dus niet het brein van literaire analyses. En hoogstandjes. Nou ja, niet de duiding van dingen, maar het dierenbrein, het limbische systeem. Op het moment dat je eten verwerkt of koken of geuren, als je die kan beschrijven, dan kan je bij mensen aankloppen in iets wat evolutionair eigenlijk heel oud is. Wat heel erg dicht bij mensen staat. En waar je ze misschien wel een groot plezier mee doet ook. Ja, ik zelf wederom. Ik schrijf zoals ik het zelf graag zou lezen. En ik geniet van passages over eten en koken. Want ook in dit boek staan de meest fantastische potten op het vuur. Ja, hele merkwaardige potten inderdaad. Het speelt zich natuurlijk af in Duitsland, in het Rijnland. En ik kom daar natuurlijk vaak. Ik woon er vlakbij in de buurt. En Duitsers zijn ook heel erg, is ook een volk wat heel erg bezig is met eten. Dat hele Midden-Europa natuurlijk. Met het verwerken van ingrediënten. En daar lang over doen. En tot geuren vrijkomen en zich een weg banen in een huis. Dat is iets wat we natuurlijk weinig nog doen tegenwoordig. Dat ze het meeste eten wat we koken, dat is tegenwoordig zo snel dat het al geen geur meer afgeeft. En dan nog even terug naar misschien wel om ons gesprek rond te maken, naar het begin van het gesprek. Jij zei zo tussen neus en lippen door dat die, in mijn eigen woorden, de onzekerheid die hoort bij het proces van het concipiëren van zo'n boek, van het schrijven, dat een verslaving is. Dat woord gebruikt hij wel. Of de ongewisheid een verslaving is. De ongewisheid ervan, ja. Wat bedoel je daar precies mee? Het is fascinerend om te zien hoe de dingen op hun plaats vallen. Het is fascinerend om te zien dat je dingen niet in de hand hebt en dat ze hun eigen leven gaan leiden. En is het dan fascinerend omdat ze betekenis krijgen? Het is fascinerend omdat het blijkt te passen, uiteindelijk. En dat je het wel hebt bolgewerkt. En wat past er dan? Dan blijken die vage rumoertjes, waar je op een gegeven moment naar hebt omgekeken, wel degelijk hout te snijden. En dan blijkt het wel degelijk een heel duidelijk gecomponeerd muziekstuk te worden, ook al heb je dat zelf misschien niet gecomponeerd. En zeg je daarmee dat het stuk, het muziekstuk of het boek of de kunstvorm, dat die al misschien wel in zekere zin gereed in jou ligt opgeslagen en dat je hem nog moet opdelven? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Dat je allerlei brokstukjes en splinters bij elkaar weet te voegen en dat zou in ieder geval heel erg optimistisch stemmen, want het betekent dat je nog een vat bent waar nog veel uit de putten valt. Zo, ja. Dan zou het me toch wat meer vertrouwen moeten geven dan voor de volgende keer.